Klomp. Allereerst even een medische update. Hoe is het met het oog? Gaat een stuk beter. Misschien ziet het er nog steeds een beetje heftig uit, maar de zwelling is een stuk minder. Dus gaat goed. Ja, want ongelukje op de training volgens mij, hè? Ja, klopt. We waren de standaard situaties aan het oefenen. En ik kop tegen een achterhoofd aan en dat geeft niet zo mee natuurlijk. Ja, nou gelukkig was het binnen een dag opgelost. Of in ieder geval beter geworden. Want ja, tegen Vitesse gespeeld en heerlijk resultaat geboekt. Ja, zeker. Dat was lekker. Het was van tevoren even twijfelachtig of ik kon spelen. Want mijn oog zat wel helemaal dicht. Gelukkig door genoeg te koelen kon ik spelen. En dan fantastisch resultaat inderdaad. Ja, want even kort terugblikken op die wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat dat wel een vertrouwensboost geeft. Het geeft zeker wel vertrouwen. Maar we moeten natuurlijk ook wel meerdere wedstrijden op rij laten zien. Want dat is ons nog niet eerder gelukt. En dan is dan onze taak om dat morgen weer te laten zien. Ja, want met het oog op morgen. PEC Zwolle, ja, we mogen het misschien wel een directe concurrent noemen. Hoewel we dat misschien niet verwacht hadden. Inderdaad. Ze doen nu ook mee voor de onderste plekken natuurlijk. Dus, en ze zullen er natuurlijk ook snel vandaan willen. Maar we zien natuurlijk ook dat zij het nog niet heel goed doen thuis. En dat willen wij natuurlijk ook zo houden. Hoe gaat NAC daar hoge ogen gooien in Zwolle? Het is wel de bedoeling dat we dezelfde strijd en passie gaan leveren als in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. En dan is het natuurlijk wel, er zijn minder supporters mee natuurlijk als in de thuiswedstrijd. Maar de strijd moet hetzelfde blijven. Ja, want daar is veel over gezegd, hè. Misschien ook intern de afgelopen week. Diezelfde passie als je moet hebben als een 19.000 man naar voren schreeuwt, die moet je ook in een uitwedstrijd kunnen leveren. Precies. Het zal natuurlijk even anders zijn, maar het moet wel hetzelfde blijven. En als dat hetzelfde is, dan kan je een prima resultaat boeken in Zwolle? Dan moet er resultaat in zitten, zeker. Ja.